In Klaarder, Rajender Prasad Mohan, die is er van oordeel dat er geen synchronisatie, dat er geen communicatie en ook geen adequate samenwerking is tussen de verschillende units op de haven. Hij geeft dat aan middels een voorbeeld, want hij heeft dat ten lijve ondervonden bij het verzenden van twee boten in een container naar het buitenland. Nadat alles gecheckt werd, was door drie schakels op de haven, werd hem dan achteraf, nadat de container verzegeld was en ook nadat hij een containerschip had gemist, want dan zou het in de volgende lading gaan, werd hem dan nog weer gemeld dat dan de port unit op de haven nog een na-controle wilden uitvoeren. Daar zijn niet alleen extra kosten bij komen kijken, maar heeft hij ook weer extra tijd verloren. En in de wereld van de handel is time and money heel belangrijk. Vandaar dat hij dan ook in het interview met TBN Prime Alert aangeeft hoe belangrijk is dat er nu op de haven toch enige meer communicatie is en meer samenwerking is, zodat exporteurs dat niet meer meemaken. U hoort de inklaarder Rajender Prasad Mohan. Wanneer wij containers willen inladen voor een export, hebben wij problemen mee gehad met een zogenaamde port authority. Ik heb recentelijk een container ingeladen met twee boten die naar richting Nederland gaan. En de douane recherche vond van ja, we moeten 100 brigade bijhalen omdat Nederland het vereiste van Nederland is. We moeten meer controle hebben. Ik zei, geen probleem. En dan moeten we afspraak maken met de hondenbrigade. Nou, en contact leggen met de hondenbrigade, dat moet u zelf doen? Nee, dat doet de douanerecherche. Okay. Zij maken een afspraak omdat ze dus dan willen bijstaan voor die visiteren van die dingen. Nou, ik zeg oké, geen probleem. Ik heb één schip moeten missen omdat de hondenbrigade niet vrij was. Toen de volgende keer zeggen ze, ja, oké, we zijn nu ready. Als u bedoelt één schip missen, heer Mohan, bedoelt u zo'n containerschip? Die is toen weggegaan. Ja, dus precies. Ik heb dus dan één schip gemist. Dat wil zeggen 8 dagen verder. Dus dan is mijn container 8 dagen vertraagd. Dus ik ga de volgende schip moeten pakken. En dan heeft de douanerecherche en met de hondenbrigade 10 dagen de tijd om hun tijd te maken om voor mij te komen visiteren. Nou, het is geweest. Ze hebben mijn container gevisiteerd met de hondenbrigade. Je hebt de uitvoertafel komen visiteren, de douanerecherche komen visiteren en de hondenbrigade komen visiteren. Dus in totaal hoeveel? 3 units. Schakels, oké. 3 units, 3 groepen hebben gevisiteerd. Na gevisiteerd te zijn, zijn mijn boten, dus die hebben die container ingeladen. Alles gedaan, verzegeld. Container gaat naar de nieuwe haven toe en op de nieuwe haven is die container gebleven totdat het schip komt om die container mee te nemen. Nou, ik heb dan van de rederij gehoord, van de vervoerder. Bij deze is het MSC. MSC stuurt mij een mail van mijn container is gevraagd voor een hervisitatie. Ik zeg ja, ik heb er geen moeite mee. Controle is geen daad van vijzer. Toch? En dan zeggen ze mij, die hervisitatie van die container kost u $280. Dat gaat u moeten betalen. Omdat de ene unit, de zogenaamde Port Authority Unit, die wil hervisiteren. Ik zeg, je moet doen, maar zeg ja, je mag altijd controleren. Het is geen vijandschap, dus controle is geen daad van vijandschap. Maar je moet geen enkele klant in kosten jagen. Dat is het grootste probleem op de haven. De kosten op de haven is te veel. Toch, je jaagt, zo motiveer je geen exporteur in Suriname om goederen te exporteren of wat te doen. Omdat je hebt zoveel units die daar zo werken en ze werken naast elkaar. Als je samenwerkt, je maakt een groep en je zegt je doet dat, dan is het geen probleem. Of je wil afzonderlijk visiteren, mag ook, maar je moet geen enkele klant in kosten jagen. Omdat de kosten op de haven verschrikkelijk duur is. Dus welke unit wil nu een hercontrole?
de Port Authority Unit. Ja, dat is een gemengde groep van de douane en de politie. Ja. En daarvoor zal de rederij nu dus extra kosten in rekening moeten brengen? Precies, dat gebeurt daar. En wat zijn de kosten? De kosten nu, de extra kosten is $280. En de container waarin uw twee boten liggen, dat is al geseald? Dus wij hebben het verzegeld nadat het visiteren van de drie units, de hondenbrigade, de douanerecherche en de uitvoertafel. Die mensen hebben gevisiteerd, we hebben ingeladen, verzegeld door de douane van de uitvoertafel en de maatschappijziel, dus de rederijziel. We hebben twee zegels erop, we hebben alles gedaan en de container is naar de haven gegaan. Kort voor het inladen in de schip, dat die container weggaat, wil de Port Authority nog eens een keer gaan visiteren. Je mag het doen, je mag visiteren, geen probleem. Maar je moet geen enkel klant in kosten jagen. Dat is het grootste probleem daar. En zullen zij op locatie komen voor de inspectie of moet u de container naar hun toe brengen? Nee, de container moet voor hun op locatie brengen. Nadat de container op de haven is, moet die container ergens anders gebracht worden voor de visiteren, dus op dat moment voor de Port Authority Unit. En zijn dat ook weer extra kosten? Precies, het gaat om. Zij vragen meer kosten. De rederij vraagt zich: meneer, we moeten die container voor die mensen klaarzetten. Dat zijn kosten bij op erop. Dus dat is het hele ding. Ja, dus als u zegt, als ze gecoördineerd werken, dan hoeft dit niet te gebeuren. Nee, dat is het. Je moet proberen een samenwerking te hebben voor het controle en dat is het. Men moet elkaar kunnen vertrouwen. Je hebt dan vier units die willen controleren. Nou, maken jullie een afspraak en dan doen jullie dat. Op dit moment heeft u dat gevoel dat ieder zijn eigen ding doet met als nadeel extra kosten voor de exporteur. Exporteur, precies, dat is het. De exporteur wordt gewoon gejaagd in extra kosten. Dat is het. En wat uw case betreft intussen, heeft de laatste unit, de Port Authority, intussen de controle al uitgevoerd? Ja, de Port Authority heeft dan zijn controle uitgevoerd. Die container is nu al ingeladen in het schip. Die container moet richting Rotterdam gaan. Dus het is nu zeilende? Die container is nu zeilende. Gaat. Maar ik moet $280 extra betalen. En het gaat meer om die extra kosten die erbij komt. Als de Port Authority wil controleren, mogen ze altijd dat doen. Geen probleem. Doe dat. Maar je moet geen enkel klant in kosten jagen. Het gaat meer om de extra kosten die erbij komt. Jij wil controleren, de kosten zijn voor jou. Je mag het doen, altijd, geen probleem. Niemand heeft een probleem daarmee. Maar je moet de kosten niet op de klanten overhalen. En in hiërarchie, heer Mohan, gelet op het feit dat u inklaarder bent, qua hiërarchie, wie staat het hoogst daar? De Port Authority, de douane? Wie is daar in hiërarchie het hoogst? Nou, de Port Authority is dan een gemengde ploeg, zoals net als op de airport. Mm-hmm. Je hebt een brigade, dus op Zanderij heb je gezamenlijk met de douane en de politie, die doen dat gezamenlijk. En zo heb je ook hier op de Nieuwe Haven, heb je een Port Authority samengemengd, de douane en de politie. Ja. Als zij als laatste willen visiteren, mogen ze altijd, ik heb er geen moeite mee. Waarom ik die vraag stel, want dan, u zei van als ze gecoördineerd werken, als ze elkaar vertrouwen, als ze elkaar aangeven dat gedaan moet worden, wie zou dat moeten aangeven van, units, kijk, dit moet gecontroleerd worden. Van wie zou die opdracht moeten geven? Dan moet dat komen vanuit de douane recherche. Want zij werkt de douane. Je moet voor elke export moet de douane recherche weten. Je moet bij de douane recherche uiterlijk gaan. Je moet je documenten drie werkdagen ervoor moet je je documenten indienen bij ze. Dat zij hun schedule maken om te komen visiteren of ze geven vrijstelling van visitatie. Maar de uitvoertafel visiteert elke container. Alles wordt gevisiteerd door die mensen. En dat u een containerschip had gemist vanwege de vertraging, waren dat ook extra kosten? Nee, dus dat gebeurt, dan heb je een vertraging van, je hebt geen extra kosten, maar die vertraging komt dat je niet op tijd kan leveren. Ja. Dat is het. Ja, en in de wereld van handel, neem ik, speelt tijd een heel belangrijke rol. Precies. Overal, iedereen wil zijn goederen zo snel mogelijk hebben. Op het moment dat een afnemer goederen heeft besteld,
vooral bij de visserij en de vissector. Je hebt mensen dus die leveren. En als je een schip mist, wil zeggen dat je dus 10 dagen of soms 2 weken, soms containers die verder gaan naar Azië, richting Azië, die zijn 40 dagen, 45 dagen onderweg. Dus als je zo'n schip mist, ben je dan een maand verder. Dus dat heb je heel veel. Je moet proberen zo snel mogelijk te leveren. En dat hebben wij niet bij de douane. De uitvoertafel is onderbemand. Je moet proberen uitvoer en het export in het land te bevorderen. Maar er wordt niet gedaan, er wordt niet daaraan gewerkt. En is dat bekend bij Financiën, het ministerie van Financiën? Nou, dat is heel erg bekend. Het is de douane die dat doet. De douane is die controle. De douane heeft het altijd doorgegeven bij Financiën. Maar die mensen werken niet eraan. De douane die doet zo verschrikkelijk veel. Maar er zijn weinig ambtenaren. Men neemt geen nieuwe douaniers binnen en zo. Dus dat is er. Je bent onderbemand. Dus daarom.